Goedemiddag. Ja, aan de ene kant moet ik natuurlijk blij en dankbaar zijn dat er zoveel mensen zitten hier. Aan de andere kant, wat heb ik dan in godsnaam die afgelopen 20 jaar gedaan? Dat het nog steeds niet duidelijk is. Badteacher.com. Of dat het gezelschap gaat bij jou is. Ja, maar dat komt dan weer hier niet helemaal op. Hè. We zitten in die Hans-characters aan persoonlijkheidsstoornisje dat hij niet gelooft dat hij liefde waard is. Dat hebben bijna alle personen. Op een enkeling na. Dus ik ook. Hoi. Van de week kwam er een heel stom dingetje in me op. En dus dacht ik van, dat zet ik op Twitter. Het probleem ontstaat, dat is de kern daarvan, als being meing wordt. Nou, dankjewel. En dat is een heel lullig woorddingetje natuurlijk, maar als je er even naar kijkt, en liefst niet gewapend met je geheugen, maar gewoon even kijkt of dat tot je kan nemen van ieder probleem in je leventje was van mij, was van jou. Je hebt een mij nodig om überhaupt iets als een probleem te duiden, anders is er alleen een situatie, een waarneming. Maar zodra je iets toe-eigent, zodra je het naast je verwachtingen gaat leggen, of je projecties, of je doelen, of nou ja, all that stuff, dan zit je in de problemen. Zo simpel is het eigenlijk. Op het instapniveau, noemen we dat dan. Me. Ik wil dit, ik wil dat. We zullen dat vanmiddag ook weer zien, want het leuke is, als tijd beweegt, dan worden dingen ook weer vergeten. Dus ik schat dat binnen een half uur we het over persoonlijke problemen en hoe kan ik krijgen wat ik wil.nl gaan beginnen. Het is onvermijdelijk. Het is ook geen kritiek verder, maar wel een grappige constatering. Maar mensen denken dus ook dat Advaita te maken heeft met krijgen wat je wil. Sorry, it doesn't. Vrijwel al het andere in het spirituele veld wel. Dat is daarvoor. Maar onder andere, niet alleen maar onder andere Advaita dus niet. Dat gaat erom om als me uit de equation, uit de vergelijking te verdwijnen. Je krijgt dus niks. Je wordt niet beter of iets dergelijks of slimmer of je wordt dus ook niet verlicht. Je verdwijnt in het licht, zou je kunnen zeggen. En dat licht is niet licht in de zin van Maar is het leuk allemaal, want hoe leuk het nou weer is om wakker te zijn in een land vol slaapkoppen, kun je je afvragen. Ik krijg het er steeds moeilijker mee op mijn oude dag, in ieder geval. Dus, dit bij wijze van opbeurende intro. Dus, eigenlijk kun je beter doen aan, persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Want daar heb je wat aan. Dan groeit je persoon. Persoon, persona is masker. Je krijgt een groter masker. En je ontwikkelt je spiritualiteit. Whatever that may mean.
Maar dan, ja, opbouwen, evolueren, groeien, ontwikkelen, vooruitgaan, weet je wel, dat is cool. Stoppen niet. Dus, je betaalt 20 euro voor niks. Ja, om het weer af te breken, hè? Pardon? Om het weer af te breken. Ja, zo kun je het zeggen, maar dat is eigenlijk ook weer doen, dus ik ga gelijk muggenzeften. Afbreken kan alleen als er iets is. Maar er blijkt dus niks te zijn. Dus het is nog erger dan afbreken eigenlijk. Er is niks om af te breken en geen je om het te doen. Dat is eigenlijk het inzicht. En dan sta je meestal, tenminste hier was dat zo, en bij een aantal bij wie ik het gezien heb, toch even met de bek vol tanden, zeg maar. Oh, ja, ik had al wel ergens gelezen, maar fuck. Het is echt, ik besta niet. Ik kom nergens vandaan, ik ga nergens naartoe. Er gaat ook niks reïncarneren of iets dergelijks. Want als er niks is, wat moet er dan in godsnaam? Tijd is een ideetje, ruimte is een ideetje. Derhalve is ontwikkeling een illusie. Oei. Klaar. Einde spirituele carrière. Toch zijn er ook mensen gekomen. Waar? Hier. Ja, hier, ja. Ja, ja, en? Wat heeft dat ermee te maken? Nee, maar ik bedoel, omdat je zegt van, ja, daar is geen ik. En daar is eigenlijk voor een ik niks te winnen hier. Ja. Want die ik is er niet. Yes. Toch zijn er allerlei mensen gekomen. Ja, en? Nou ja, wat is dan? Mensen gaan toch ook naar voetbalwedstrijden, daar is toch ook niks aan? Tenzij je daarvan houdt. En daar kun je niks aan doen, want dat is dan toevallig zo. Omdat wij hier bijvoorbeeld voetballen belangrijk vinden of iets dergelijks. Er zijn plekken op de wereld waar ze dat helemaal niet vinden. En die gaan dus niet naar een stadion. Er zijn ook heel veel mensen die satsang niet belangrijk vinden. Want voor deze ruimte is dit best veel. Maar op de 16, 17 miljoen Nederlanders stelt niks voor, hè? Dat niet. Dus. En de meeste van ons, als je daarnaar gaat kijken, en dan gewoon puur uit Frans, op een zeg maar simpel psychologisch niveautje, de meeste motieven, de meeste dingen die wij nastreven, als je die even gewoon zo neerzet en je kijkt er echt naar, het slaat nergens op. Dingetjes die we willen hebben. Of we voelen onszelf eigenlijk niet de moeite waard, maar we willen toch dat er van ons gehouden wordt en dan gaan we ons de hele tijd lopen aanstellen. Net doen alsof we iets anders zijn, zodat er toch van ons gehouden wordt, want hoe ik echt ben, ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat deugt niet. Dat is toch een raar verhaal? Toch is dat een van de meest favoriete takken van sport. Love me. Daarom wil iedereen succesvol zijn en vooruit in het leven. En je moet iets voorstellen of worden. Zei mijn moeder ook vroeger tegen me. Je moet wel zorgen dat je iets voorstelt. En ik vind, ja, voorstellen. Misschien ben ik wat te letterlijk of te autistisch. Maar iets voorstellen, dat is net doen alsof je iets bent wat je niet bent. Dat is een raar verhaal. Waarom zou je dat? En als je dan doorkrijgt dat heel veel mensen inderdaad zo aan het doen zijn, dan moet ik voorstellen alsof ik iets ben aan mensen die de hele tijd lopen voor te stellen iets te zijn wat ze niet zijn. Voor welke reden precies ook weer? Ik vind dat een raar verhaal. Dat vond ik toen al. En toen raakte ik depressief. Dat vind ik nu nog steeds en dan vind ik het wel geestiger. Nou ja, je houdt ons een koan eigenlijk voor. Oh! Ja, even opletten. Dan leer ik nog iets. Want iedereen
kan meegaan in je verhaal. Maar tegelijkertijd zijn er ook gaten in het verhaal die je tegelijkertijd kan waarnemen. En die gaten, dat is eigenlijk het meest interessante. Want daar kun je weinig over zeggen, maar toch vindt het plaats. En in die gaten krijg je een langzame gewaarwording dat iets doorgeprikt moet worden waar je het steeds over hebt. En dat is eigenlijk in de sessies met een, bijvoorbeeld een man als jij, wordt dat gatenprobleem eigenlijk versterkt op zo'n middag. Dat is mijn ervaring, waardoor ik, laat ik zeggen, de mechaniciteit van waar je in zit doorbreekt. En in die openingen, daarin liggen je kansen. En die probeer je, je ziet dat dat kan leiden tot inzicht. Dit is dus het nut van satsang. Ik wist het niet, maar... Nee, mooi, ja. Dat is het rare. Ja. Ook satsang is een raar fenomeen. Ja. En niet dat we er iets aan kunnen doen, maar de enige kans dat er dus zo'n gewaarwording is van zo'n gat, of dat is eigenlijk een soort stilvallen. Je kunt dat niet proberen, je kunt daar niet je best voor doen. En als ik bijvoorbeeld zeg van kun je luisteren zonder gewapend te zijn met je geheugen, dan is dat een verwijzing, maar dat is niet iets wat je kunt, you cannot practice that. Je vat dat of niet. Luister ik met mijn geheugen, met wat ik al denk te weten, of ben ik hier echt en komt het als nieuw tot me? You get that or you don't. En dat geldt voor een hele hoop dingetjes. Maar de neiging van ons systeem is om steeds als er iets geroepen wordt het te willen gaan toepassen. Maar eigenlijk, als je daarop kan letten, van op het moment dat je de neiging hebt van oh, ik moet het zus en zo gaan doen, dus iets gaan willen toepassen, then you miss the point. If you get it, is er geen toepassen. Dan is er herkenning, of hoe je dat wil zeggen. En als je de neiging hebt om te gaan willen zitten oefenen, of toepassen, of implementeren, of integreren, dat zijn allemaal hele populaire termen, dan zit je er gewoon volledig naast. Zo begin je wel. Natuurlijk. Totdat je ziet dat het niet werkt. Daarom moet ik ook, tenminste dat gevoel is er dan, dat steeds zeggen. Steeds zeggen dat ego een beweging is van A naar B, terwijl het over A gaat. Want ons systeem is van meet af aan getraind op ergens naartoe. Ergens naartoe of ergens vanaf. Dat zijn die krokodillenbewegingen. Ik wil het hebben of ik wil er vandaan. Het eet me op of ik kan het eten. Veel ingewikkelder is het niet. Ja, dat doet leven in de tijd. Die heeft al van hier naar daar. Altijd, ja. Right. En daar zit je in. Dat denk je in ieder geval. Daar zit je dus niet in, maar dat denk je wel. Want we zijn getraind geworden ons te associëren met dit ding. En objecten bewegen van A naar B. Nou, dan zal de rest ook wel van A naar B bewegen. Maar het kapitaal is hier. Nooit. Elders. Bewustzijn is er al. It's right here. Dus we kunnen alles oefenen behalve zijn. Om het maar zo te zeggen. Alles wat je oefent is secundair. Ik ben er al als dat. Voordat ik iets ga zitten toepassen, oefenen, wegwerken, verwerken, oplossen. Als dit doordringt, dan zie ik dat al mijn inspanningen die zijn beside the point. Dat was ook een van de inzichten hier. Ik kan het niet.
Want die ik is een constructie in tijd en ruimte. Die dus altijd ergens naartoe wil bewegen. Maar waar die ook heen gaat, het is de verkeerde kant op. Want er is geen kant. Maar dat waar jij het over hebt, dat toevallen van dat je kan waarnemen dat je niet het lichaam bent, maar dat je ziet dat dat gebeurt en dat je kan waarnemen, dat is iets wat je niet kan oefenen, maar dat valt je op geen moment toe. Ja. Ja, yes. Ofwel spontaan, ofwel ja. Door je, nou, soms gebeurt dat, door je bloot te stellen aan dit soort stof. Ja. Maar je kunt het inderdaad niet bewerkstelligen, je kunt het niet claimen. Nee. Krishnamurti riep ook 100.000 keer, het is niet te bereiken. Ja. Want bereiken veronderstelt inspanning, afstand overbruggen, van A naar B. Ja. Maar het kan wel plaatsvinden. En het is dus ook goed om te beseffen, nooit iemands verdienste of schuld, als dat wel of niet gebeurt. En zodra wij in dat meeting zitten, is er altijd verdienste en schuld. Heb ik goed gedaan? Of waar ben ik een menkukel? Irrelevant. Ernaar streven is in die zin dus ook een raar iets. Desondanks zijn er zat mensen in wie dat, wat ik dan maar noem, virus woedt. En ze kunnen gewoon niet ophouden met hier op enige wijze, zoals dat dan heet, mee bezig te zijn. Daar kun je dus niks aan doen, daar heb je dus ook geen keuze in. Net zo goed als al die andere mensen die hier niet zitten, die zijn andere dingen aan het doen. Daar hadden ze ook geen keuze in, want ze gingen liever naar voetbal. Of whatever. Dat is oké. Okay. Dus helaas, je bent niet beter, omdat je naar satsang gaat op zondagmiddag. Hans, ik ben nog een doemens. En ik zeg net van ja, we kunnen het niet bewerkstelligen. Maar ik kan natuurlijk wel, en dat is wel een actie die ik dan onderneem, proberen me meer te ontspannen. Of te zorgen dat ik meer gewoon even niets hoef, niets doe, niets. En wat heeft dat met ontwaken te maken? Ik zelf heb het idee dat je dan eerder toe zou vallen als dat ik in de running ben. Dat is een wijdverbreid idee. En is dat een goed idee? Nee, het is een idee. Ideeën zijn niet goed of slecht, maar onwaar. Je kunt gewoon ontspannen tot je een ons weegt, maar dat wil niks aan. De kans is net zo groot dat er daardoor iets gebeurt, als dat er daardoor iets vermeden wordt. Misschien heb ik wel een gigantische opbouw van stress nodig om uit elkaar te vallen. What do I know? Dus wat we hier kunnen zien is dat ego-figuur altijd dus probeert er een strategie, een actie, een route van te maken. Als ik maar mee ontspan, dan. En andere scholen zeggen, nee, het energiesysteem moet gezuiverd worden, en dan. Het is altijd, als je dit en dat, dan. Advaita is veel lulliger en kruifiaanser. Die zeggen gewoon van, als je het ziet, dan zie je het. En of je daarvoor nou zat te ontspannen of aan de kook was, strikt genomen, maakt geen ruk uit. Dat is heel lullig voor spirituele lui. En voor mensen zoals ik, die niet van kook houden. Eén keer geprobeerd, vindt niks. Ik was net lekker dronken, je neemt één snuif, kun weer opnieuw beginnen. Ja, veel te duur. Dus wanneer gebeurt er een ontwaken, als bijvoorbeeld zo'n dingetje, als waar we het nu even spelenderwijs over hebben, helder wordt. Als helder wordt dat ik weer in een controlemodus zit vanuit de gedachtegang, als ik iets doe, in dit geval ontspannen, heb ik meer kans op ontwaken. Mm-hmm. Verhaal. Als Sinterklaas komt, krijg ik mijn treintje. Ja, dat klopt. Alleen, Sinterklaas bestaat niet. Maar voor de rest, goede theorie.
Er zijn miljoenen mensen inmiddels over de wereld, en dat is voor gezondheidsredenen waarschijnlijk heel goed, die aan het mindfulen zijn. Maar er zijn geen miljoenen verlichten. Zou dat iets met elkaar te maken hebben? Er zijn miljoenen mensen die zich, net als ik ooit in de jaren 90, hun hele chakrasysteem binnenstebuiten hebben gekeerd. Er zijn weinig verlichte chakrinis. Ik ken er geen één. Ik ken er wel een paar, die zijn wakker geworden, maar nadat ze het chakra gedoe lieten vallen. Maar niet daardoor. Ze lieten het vallen doordat ze zich ermee bezig hielden en de zegeningen ervan zagen op relatief niveau. En de beperkingen, namelijk dat het een verhaal is als je maar dan. Just another sales pitch. Maar moet je er toch niet alert op zijn? Ik bedoel, zo'n manier gebeurt het en dan herken ik het niet eens. Er is geen je die dat herkent. Jij dat zal herkennen niet de persoon te zijn. Het is niet de persoon die herkent iets anders te zijn. Je kan niet zijn. Snap je? Jij gaat uit van het ik. Dat die iets zou gaan inzien. Waar het om gaat is bewustzijn herkent zichzelf. Niet de persoon. De persoon blijkt in die herkenning van bewustzijn, dat die bewustzijn is, niet te bestaan. En dus weg te vallen als net als een Fata Morgana die doorzien wordt. Eerst dacht je dat die oase echt was. Die grap maak ik vaker. Dus je was je fietsje aan die palmboom aan het zetten en zo. En je wou water drinken, maar kreeg een bek vol zand. Nou, die herkenning is ineens daar van die hele persoonlijkheid en alle doelen, angsten en verlangens die daarbij horen, is een Fata Morgana. Het is doorzien. Hij lijkt er nog steeds te zijn, want dat heb je met Fata Morgana's, die verdwijnen niet als je ze herkent, maar now you know. Nou, en die jij-figuur, die zit in die Fata Morgana, die is die Fata Morgana, die wordt doorzien. Dus het is niet zo van dat die Hans-figuur wakker is geworden of zo. Bewustzijn werd wakker en zag in, oh my god, ik ben die Hans niet. Dat was kicken. Want je zal die maar zijn. Ja, dat is echt niet leuk. Dus het is altijd, het is een van de kenmerken van inzicht, dat het de boel op zijn kop zet. Of anders gezegd, dat je erachter komt dat je het achterstevoren of op zijn kop zag. Dat is heel vervelend. Want die ego-figuur die is zijn hele leven bezig om waardering te krijgen enzovoort. En als die dan denkt het te bereiken, want die ego denkt dat die verlichting bereikt, dan is de ontdekking, je doet er niet toe, je bestaat niet, weg. Ja, dat is niet echt leuk. Je wil iets krijgen, je wil een streepje erbij, een certificaat. Op dat moment brokkelt hij toch een beetje af. Elke keer dat je bewust bent van, nee, ik zit hier in een verhaaltje van mijn gedachten. Dan komen er scheurtjes in, of dan zijn er even van die glimpjes van dat je ziet dat het een Fata Morgana is. Ja, en als je dat steeds vaker krijgt op een dag. Dat weet je niet, dat is weer als dan. Sommigen krijgen 100 van die flitsjes en daar blijft het bij. Anderen die krijgen daar 1 en het is klaar. Bij weer anderen heb je een reeks van die inslagen en op een gegeven moment blijft het hangen. Er zijn geen garanties. Er is geen enkel verhaal die als, dan, altijd. Doesn't exist. Ja, ik heb het ook niet over een garantie, maar meer dat je... Dat je dat inzicht meerdere keren kan hebben. Ja. Elke keer als je bewust wordt eigenlijk van, oh, dat is mijn ego weer. Ja, wat wil je precies zijn? Let op het hoop-element wat hierin zit. Als dit maar vaker gebeurt, die zit al onder in het gras. Als dit maar vaker gebeurt, dan... Nee? Oké. Is een crisis nodig? Nee, niet per se, maar wel veel voorkomend. Is
En crisis hoeft overigens, al hebben wij dat er hier wel van gemaakt, niet per se ellende te betekenen. Crisis is eigenlijk omwenteling. Wij hebben ervan gemaakt ramp. Maar het is alleen maar een ramp voor het oude. Dus een crisis kan net zo goed een positief element hebben, zou ik maar zeggen, als een negatief. Ik kan me herinneren, voor zover het geheugen betrouwbaar is, dat in de jaren 90, toen ik naar de Leonardushoeve ging om met dat energiewerk bezig te gaan, daar was heel veel zelfconfrontatie. En voor mij was dat prettig. Dat was ook een vorm van crisis. Anderen liepen tegen duistere kanten van zichzelf aan. Daar had ik al 10 jaar in geleefd. Ik liep tegen andere kanten aan. Maar dat was net zo goed een crisis, want het betekende dat mijn negatieve houding enzovoorts ongegrond bleek en uit elkaar viel. Dat is net zo goed een crisis, alleen eentje waar ik aanvankelijk een beetje te blij van werd. Dus ik liep daar rond zo van, yes! Nog wat confrontatie. En die anderen dachten, oh my god, daar gaan we weer. Dat is eigenlijk hetzelfde als nu, toch? Sorry? Het is toch eigenlijk hetzelfde als nu, dit moment? Wat? Dit is toch ook een crisis? Is dat zo? Voor mij wel. Oh, ja. Oké. Okay. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Ja, maar je neemt de dingen waar. Je realiseert je dat je daar niet bent. Je realiseert ook dat het ene moment ben je er los van. En het andere moment val je er weer vol in je oude dingen. En bij mij is dat continu zo'n beweging. Weet je wat zo leuk is, hè, in deze beschrijving? Allebei die bewegingen, die zie je dus. Terwijl de beleving is van, soms zit, en zo zeggen meer mensen dat, hè, dus het is niet om lullig te doen tegen jou, maar dan zit ik er weer helemaal in. Maar dat is niet waar. Dan verwoord ik het verkeerd, dat realiseer ik me ook. Ik heb er geen woorden precies voor wat ik bedoel te zeggen. Okay. Ik ga er dan niet in mee. Maar ik merk het wel. Yes, of course. Dat is wat ik bedoel. Yes, alright, good. Maar het is heel belangrijk om, en dat klinkt weer als een oproep om iets te doen, maar zo bedoel ik het niet, om opmerkzaam te zijn dat je allebei die bewegingen gadeslaat. Mm-hmm. En het lichaam vindt dat niet fijn als er identificatie weer optreedt, of weet je wel. Mm-hmm. Maar dat maakt niet uit. Want anders gaan we, als we dat niet echt helder hebben, ons verzetten tegen de ene kant en overdreven waarde hechten aan de andere kant. Waarmee we gevangen blijven in die dualiteit. Anders gaan we zeggen van ja, openheid is goed en identificatie is slecht. Dan heb je toch God en de duivel weer verzonnen. No, it's not. Het zijn allebei appearances. Wauw. Identificatie, strikt genomen, is eigenlijk veel knapper dan openheid. Want dat voelt ook gewoon vrij natuurlijk, hè. Maar identificatie, vanuit het niets gewoon een ik verzinnen met een doel en teleurstellingen en weet je wel, dat hele gedoe, wauw, that's creation. Rampspoed en ellende, out of nothing, wauw, ik vind het knap. Ja, moet ook wel, want anders kende het alles zichzelf. Pardon? Als we niet allemaal individuen waren geworden, allemaal persoontjes, dan was het God geweest die zichzelf gewoon herkent. Toch? Dat is een mooi verhaal. Ja? Ja, als het alles zichzelf moet onderverdelen, moet het wel zorgen dat het zichzelf niet kent. Anders is er geen zo. Ja, ja, dat is een van de verhalen om het voor ons begrijpelijk te maken. En ik vind het inderdaad een mooi verhaal. Ja. Maar het blijft een verhaal. Ja. Dus een ander ding, hè, van, en ook dat bedoel ik niet zo lullig als het ongetwijfeld klinkt. Ja. We hebben een ongebreidelde neiging om dingen te willen verklaren. En een van de bevrijdingsaspectjes zou ik de afwezigheid daarvan willen noemen.
En voor mij, maar ja, misschien ben ik ook gewoon, nee, niet misschien, ik ben ook gewoon een asshole. Maar ik hoor dus mensen in mijn privéleventje, maar ook op dit soort bijeenkomsten, constant proberen connecting the wrong dots. Als het maar een verhaaltje is, als het maar een betekenis heeft, als het maar tot iets leidt, als het maar begrijpelijk is. Maar waarom zou reality, of hoe je het wil noemen, begrijpelijk moeten zijn? Moeten voldoen, met andere woorden, aan mijn kleine denkraam? Waarom moet dat eigenlijk? Waarom kan het niet gewoon zijn? Omdat je dan geen controle meer hebt, omdat je ego dat super eng vindt. Yes, exact. Maar als het inzicht er is... Ja, nee, dan voel je je heerlijk. Exact. En wat er dan dus wegvalt, en dat is een deel van de bevrijding, voor mijn gevoel, van ik hoef het niet meer te verklaren. Ja. Dus ik hoor mensen om me heen constant van, hè, dan is er iets ergs gebeurd. Ja, maar het heeft me dit en dat opgeleverd. Really? Er wordt weer een verhaaltje van gemaakt, zodat het weer oké is. Zodat de boel weer, dan kan het weer lekker in slaap vallen. Waarom niet gewoon de dingen zien zoals ze zijn? Mijn vriend kreeg kanker terug en nu is die dood. Dan kan ik een heel verhaal gaan houden over wat dat me heeft opgeleverd en hoe belangrijk de ontmoeting was die wij nog hadden. Daar weet ik allemaal helemaal niks van. Ik weet alleen, ik was daar en toen ging ik naar huis en een week later was die dood. En ik zeg daarmee niet dat dat iets met elkaar te maken heeft. Maar om daar nou verklaringen aan te gaan geven en betekenissen, it happened. En het is mij opgevallen en iedereen die een paar decennia rondkruipt hier op die planeet, people die, that's what they do. Zo bijzonder is het ook weer niet. Nou. Ja, dat is de manier waarop het verstand werkt. Dit is een slap excuus. En dit is een slap excuus. Nou, het is helemaal geen excuus. Nou, zo klinkt het wel. Ja, het werkt nou helemaal zo. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dit is onacceptabel. Ja, we hebben er wel mee te maken. Dit is onacceptabel. Hiermee zet je jezelf vast, bedoel ik. Als je hierin blijft hangen van zo is het nou eenmaal, en ik hoor dat vaker, van ja, dat hoort nou eenmaal zo, of zo is de mens, dan precies op dat moment stop je met kijken. Dan leg je erbij neer van ja, zo is het nou eenmaal. De oproep is veel meer van loop er eens omheen, spelen ermee, onderzoek. En iets onderzoeken is iets anders dan een aanname in de grond timmeren. Of het nou eenmaal aanvaarden, omdat dat nou eenmaal zo is. Ja, het is wel zo. Maar het hoeft niet zo te blijven natuurlijk. Nee, maar er is alleen een kans op dat er iets gebeurt als we vanuit een ander perspectief kijken. Snap je? En als we blijven roepen van ja, zo is het nou eenmaal. Nou, dan weet ik één ding zeker, nothing will happen. Is dat wel zo? Ik moet me juist dat gaan afvragen. Werkt die mind echt zo? En wat is mind eigenlijk? En is er niet een andere manier waarop dat kan werken? Dat is veel interessanter dan van, ja, ja, zo is het mooi helemaal. Maar Hans, dan zoek je weer naar verklaringen. En net zeg je... Nee, onderzoeken. Kijken hoe het werkt. Niet verklaring, ik wil zien hoe het werkt. Een verklaring is proberen iets in te passen bij wat ik al denk te weten. Dat is de werkelijkheid aanpassen aan mijn interpretaties, oordeeltjes, angsten en verlangen. Ik wil zien hoe het werkt. Want op een gegeven moment realiseerde ik me heel goed dat ik een heleboel aannam, maar eigenlijk niks wist. En iedereen om mij heen deed ook de hele tijd of ze allemaal wel wisten wat leven was. Ik zag ze alleen maar patronen herhalen. Ze deden of hetzelfde als hun papa en mama, of het tegendeel, wat ook hetzelfde is. Maar dat heet dan rebels. Ja, dat deed ik ook. Mijn vader zei rechts, dan ging ik automatisch links. Om mijn eigenheid te bewijzen. Nee, lul. Kijken. What the fuck happens? Wat is het verhaal? Waar geloof ik in? Wat is dit? Ja, maar dat kijken, waar doe je dat dan mee? Jij, bewustzijn. Ook met je verstand? Nee, ja, die gebruik je wel.
die gebruik je dan voor het eerst. Als je vragen gaat stellen, dan gebruik je je verstand. Als je maar blijft herhalen wat je al vindt, gebruik je niet je verstand. Dat is gewoon het ingebouwde slaapmiddel. Door je vragen te stellen, kan er iets wakker gaan worden. Maybe. Hoe zit dit? Maar dat is meer iets wat ik begrepen heb. Iets dat je overkomt of dat je niet overkomt. Ja, zeker. En net zo goed overkomt het je als het virus wakker wordt en je gaat je vragen stellen. Iemand die zich geen vragen stelt, is zo. Iemand die dat wel doet, is anders. Dat is niemands schuld. Maar als er geen onderzoekende neiging in een systeem zit, is de kans dat er iets gebeurt niet erg groot. Dan moet er meestal een positieve of negatieve crisis gebeuren en dan verandert er iets. Dan denkt iemand, hoe zit dit eigenlijk? Ja, maar dan is er eigenlijk toch een oorzakelijk verband. Er is wel zeker een oorzakelijk verband, maar er is geen controle op. Dus er is wel een oorzakelijk verband. Ja, maar geen controle. Ik begreep een beetje uit het begin van de middag dat je eigenlijk geen invloed hebt met een je wat ook niet bestaat. Ja. Op het wel of niet doorzien van het leven waar je in zit. Ja, niet in de zin van dat je daarvoor kan kiezen. Maar er kan wel iets gebeuren. Ja. Dus die onderzoekendheid die kan wakker worden. Of je kunt zien aan iemand dat iedere neiging om zich vragen te stellen of dingen te onderzoeken vermeden wordt. Nou, dat kun je bij jezelf ook zien. En niet om het te veroordelen, maar gewoon om te zien hoe het is. Hier was dat toevallig actief en toen begon ik zo, toen ik 20 was of weet ik veel, wat te roepen. Nou, mijn vrienden, die hadden dat niet. Dus die vonden mij een vreselijk vervelende kleur dat ik overal vragen over stelde. En die hadden meer zoiets inderdaad van, ja Hans, zo is dat nou eenmaal, neem nog een biertje, shut the fuck up. Weet je wel, of laten we tafelvoetballen. Nou, ik had niks tegen tafelvoetballen, maar ik had ook gewoon, hoe zit dit? Dus ik vroeg ze af en toe, waarom geloof je hier en daar in? Wat denk je eigenlijk te zijn? Jezus, Mina. Doe toch normaal. Hier, neem een joint, dan gaat het wel over. Ja, dat ging niet over. En bij hun ging het niet aan. Dat is verder niet beter of slechter. Het is gewoon anders. Maar uiteraard hielden we het niet zo lang meer met elkaar uit. Er is een mogelijkheid om te herkennen in wat je jezelf of je geest noemt. Is die dingen aan het onderzoeken? Is er een openheid voor iets nieuws, iets anders, iets wat afwijkt, iets wat je wakker schudt? Of is de neiging, en nogmaals niet om te veroordelen, maar gewoon om het te zien, de neiging om de hele tijd alles in slaap te willen houden? Heel veel mensen die zich met spiritualiteit bezighouden, is mijn indruk, die doen er alles aan om maar vooral niet verontrust te raken. Kalmte, rustig, ademen, dan gaat het wel weer. Doe nog een meditatietje en dan, ik ben weer helemaal de oude. Ja, precies. Weet je wel, en dat heet dan spiritualiteit. Ik vind dat veel te ingewikkeld, al die oefeningen om kalm te worden. Mocht ik kalm willen worden, which I don't, dan ging ik wel naar de dokter, want daar zijn hele goede pillen voor. En dan hoef je niet te mediteren. Dat is echt kei saai. Gewoon, hup, pil erin en je kunt gewoon... Zit in dat onbewustzijn en ik word ineens heel erg boos omdat je echt heel erg die ik van hè, dit mag mij niet aangedaan worden. Als je lukte om niet in die boosheid meegezogen te worden, maar echt op zoek te gaan helemaal naar die kern, zoals je dat ook schrijft in dat boek Doorvoelen, dat heeft me wel echt geholpen om, anders blijf je zeg maar aan die randen zitten en dan blijf je in die drama zitten. Maar het punt is, wat je zegt is wel belangrijk, je probeerde gewoon naar die kern te komen.
Je probeerde niet, tenminste uit wat je vertelt, om weer kalm te worden. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Dus in het ene geval is die onderzoeksneiging actief. In het andere geval, en nogmaals, dat bedoel ik niet als veroordeling, is er gewoon een neiging om zo snel mogelijk terug te keren naar een normale, kalme coma toestand. Maar dat lukt niet, want dan komt dat ego, die woede, komt dan gewoon 5 minuten later, een uur later, een dag later, een week later. Nou, bij sommigen lukt dat dus niet en leiden tot dingen gaan onderzoeken en dingen aangaan. Anderen die gaan inderdaad naar spirituele of chemische middelen grijpen om lekker een beetje boeddhistisch vaag te blijven. Which is all right. Hier was die neiging ook. Het werd zoveel allemaal, de depressie en de angst, dat er niks anders meer op zat om er naartoe te gaan. Anderen hadden die dingen ook en die gingen inderdaad naar de psychiater en dat moet iedereen zelf weten. Het einde is niet beter, maar ik kon dat dus niet. Ik moest er naartoe. Tja, all right. Je ging naar de angst bedoel je? Yes. Hoe ging dat? Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurt als je niet meer vecht, niet meer vlucht, niet meer opvult, afleidt, drogeert. Want daarvoor deed ik dat, als ik die angst voelde komen, inderdaad een joint opsteken, een paar biertjes, naar een concert, als een bezetene naar mijn vrienden. Want dan afleiding zoeken en dan lijkt het niet zo erg, maar het is de hele tijd bezig. Op een gegeven moment, dit klinkt dan allemaal heel simpel, maar zie je zo duidelijk en waardoor weet ik niet wat je aan het doen bent, dat je de hele tijd op de vlucht bent in je eigen bestaan. En toen was er ineens zoiets van, ja, fuck this. Dat doe ik niet meer. Dan ga ik maar dood en dan word ik maar gek, weet je wel, bring it on. Nou, zat. En natuurlijk was dat niet van 1 keer doen en halleluja of zo. Nee, dat duurde wel een paar dagen of jaren. Waren het momenten dan? Of kon je in 1 keer induiken en werd het toen duidelijk? Stukken werden in 1 keer duidelijk. Andere stukken moet je vaker aangaan. Sommige dingen zijn too big to handle. En in het begin heb je nog 0 ervaring, weet je wel. Dus dan vrij snel gaat de conditionering aan van dit is te veel. Ja. Dus dan is er zo'n toch weer een vluchtneiging. Maar op een gegeven moment merk je dat je niet gek wordt en je niet doodgaat. En merk je zelf dat er iets begint te glimlachen. Zo van, oh, het is eigenlijk veel cooler om de confrontatie aan te gaan dan er omheen te moeten leven. Hoe kan ik vrij zijn, of whatever waar het dan over gaat, als ik, oh, hier moet ik niet komen, dit moet ik uit de buurt blijven, dan moet ik ontwijken, hier moet ik niet aan denken, denk niet aan roze olifanten, weet je wel, en dan komt het ook wel kut, daar heb je ze weer. Ja, ik had zoiets van, dan maar erop af. Ik heb dat ook wel eens verteld, en niet dat ik iets met dromen heb verder, maar ik vond het wel grappig. Ik had jarenlang repeterende dromen van gasten die achter me aan zaten. En hoe hard ik ook rende, ze bleven op dezelfde afstand. Dat is echt heel creepy. En een vreselijk duistere omgeving, en plein en shit. En op een gegeven moment in die droom was er ook zoiets van, ja, ik ben het gewoon zat. Dus die droomfiguur die draaide zich om en die gasten waren er niet en dat duistere plein en zo was er niet. Het was gewoon een open landschap en de droom kwam nooit meer terug. En dat hing samen met die periode dat ik dingen aan het confronteren was in mezelf. Weet je wel, dus dat oude cliché van face your fears, daar zit wel wat in. Maar je moet het kunnen handelen. Nou, niet iedereen kan dat en ook dat gebeurt als het moment daar is. Maar ik ben er altijd een fan van, gewoon om naar dingen toe te bewegen in plaats van er omheen.